Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Half februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen per post of via mijnoverheid.nl. Dat verloopt vanaf dit jaar via SVHW. Dat is een samenwerkingsverband wat zorg draagt voor de inning van lokale belastingen. Betaalt u uw gemeentebelastingen op dit moment met automatische incasso, dan moet u hiervoor opnieuw een machtiging afgeven aan SVHW. De lopende machtiging voor incasso kan namelijk niet worden overgedragen. Zodra u de belastingaanslag ontvangt, kunt u SHVW hiervoor machtigen. In de begeleidende brief staat hoe. Als u nu nog niet betaalt met automatische incasso, kan u straks SVHW hiervoor machtigen. Het bedrag dat u moet betalen wordt dan in 7 tot 10 termijnen afgeschreven. Wilt u uw aanslag digitaal ontvangen? Controleer dan of u SVHW hebt aangevinkt op mijnoverheid.nl. Dit doet u via uw DigiD. Controleer dan meteen of uw e-mailadres nog klopt en doe dit zo snel mogelijk. Wilt u uw aanslag niet digitaal ontvangen? Controleer dan op mijnoverheid.nl of SVHW staat aangevinkt en haal dat vinkje weg. Informatie over de lokale belastingen staat op svhw.nl. U wilt in uw woning energie besparen, maar u weet niet waar en hoe u moet beginnen? U kunt zelf snel en makkelijk aan de slag met kleine besparende maatregelen. Deze aanpassingen zijn niet duur. Sommige zijn zelfs gratis. Bijvoorbeeld door korter te douchen, de thermostaat 1 graad terug te draaien, de was te drogen aan de waslijn. En kijk voor meer bespaartips op drimmelen.nl/hulp-bij-energie-besparen. Wilt u nog meer besparen en wilt u hierbij hulp? Heeft u specifieke vragen over uw situatie? Laat u gratis helpen door het energiebespaarteam van de gemeente Drimmelen. Zij staan klaar om u te helpen met al uw vragen om u te laten besparen op uw energiekosten. Stuur voor het maken van een afspraak een e-mail naar energiebespaarteam@drimmelen.nl. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over een eerste opvanglocatie voor asielzoekers. Uit de 9 locatiegebieden is de Brieltjespolder als snelste en meest beschikbare gekomen. De locatie is een deel van een kantoorpand en er kunnen 50 tot 75 mensen gehuisvest worden. Het pand is samen bekeken met het COA. Hieruit kwamen aandachtspunten naar voren die nog opgelost moeten worden, zoals de verkeersveiligheid en een buitenruimte. Burgemeester Boy Scholsen geeft aan blij te zijn dat ze een locatie hebben gevonden die nu al bijna helemaal voldoet aan de eisen die het COA stelt. Eén die past binnen de kaders die de inwoners hebben gesteld in het participatietraject. De aandachtspunten die er liggen worden opgelost. De verwachting is dat de opvanglocatie medio mei 2024 open kan. De groep asielzoekers die in de crisisnoodvang in het gemeentehuis zat, kan terugkeren naar Made. Deze mensen verblijven nu in een tijdelijke opvanglocatie in Dongen. De groep van voornamelijk gezinnen wordt aangevuld met asielzoekers uit andere opvanglocaties, mogelijk ook uit Dongen. Aan het eind van het jaar neemt de gemeente een beslissing over een tweede opvanglocatie. Als u vragen heeft, kunt u een mail sturen naar asiel@drimmelen.nl. En meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Drimmelen. drimmelen.nl/asielzoekers. Iedereen in Lage Zwaluwe is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie van de Concept Dorpvisie. Samen met de inwoners, verenigingen,
organisaties en ondernemers van Lage Zwaluwe is de afgelopen tijd gewerkt aan de gezamenlijke visie voor de opkomst van het dorp. Op donderdag 29 februari tussen 7 uur en 9:30 s'avonds in basisschool De Griende presenteert men graag het resultaat daarvan. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden wenselijk. Meer informatie vindt u op de website wijzijndrimmelen.nl onder het kopje Dorpsvisie Lage Zwaluwe. Denk mee, doe mee. Heeft u een smartphone? Neem die dan mee. Op zaterdag 23 maart doet de gemeente Drimmelen weer mee aan Nederlands grootste opschoonactie tegen zwerfafval. Allerlei verenigingen, scholen en vriendengroepen hebben zich al aangemeld om de buurt samen een stuk schoner te maken. Iedereen is welkom om mee te doen aan die landelijke opschoondag. De gemeente stelt die dag voor alle deelnemers afvalgrijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalzakken beschikbaar. Iedereen kan zich voor de landelijke opschoondag aanmelden. Ga voor meer informatie en de aanmeldlink naar drimmelen.nl/nieuwsoverzicht. Ook individuelen kunnen zich aanmelden als zelfstandige opruimer en later eventueel aansluiten bij een groep. En aanmelden kan tot 11 maart. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Vanaf vrijdag kunt u kijken naar het programmaonderdeel Samenleven met Lilian Lambrechts. Zij gaat dit keer in gesprek met Doreen Vonk van SWO over logeerzorg voor mensen met dementie. Muziek in de regio met Olga Vocal Ensemble, waarbij u dit keer kunt genieten van het nummer Logmond. En u kunt kijken naar het eerste deel van de musical Aladdin door het Mini Maxi Theater. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdagochtend om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!